Hallo, welkom bij het 8 uur journaal. Er is ons iets opgevallen in de buurten Voordorp en Volveldse Polder en Neckardreef en omgeving. Wij schakelen jullie nu door naar onze verslaggevers die daar zijn. Zij gaan iets vertellen over de gebiedskenmerken en de bewonerskenmerken in de buurten. Hoi, welkom in Voordorp en Volveldse Polder. Vandaag gaan wij vertellen over de inwoners en de gebiedskenmerken van Voordorp en Neckardreef in de omgeving. In deze buurt zijn 1540 huizen, waarvan er 855 huizen op 1 vierkante kilometer liggen. De buurt is 1,82 vierkante kilometer groot. De huizen hier zijn niet heel erg nieuw, allemaal gebouwd voor 2000. Je ziet hier dat de meeste huizen in dezelfde stijl zijn gebouwd. Een beetje wit allemaal. Voordorp is een buurt in de wijk Noordoost van Utrecht. En de start van de bouw van deze wijk was in 1990. Je ziet hier heel vaak dit soort rijtjeshuizen met een begane grond en 2 verdiepingen. Ook hebben de rijtjeshuizen een kleine tuin, maar geen achtertuin en geen balkon. Je hebt ook dit soort huizen. Dit zijn meer flats. En die hebben geen voor- of achtertuin. Er zijn hier best wat open ruimtes. Ja, zoals deze parkjes. Woehoe! Woehoe! I love you so, hey, that's what you'll say, you'll tell me baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay, so every girl that I meet, yeah, this is what I say, run away, baby, before I put my spell on you, you better get. De WOZ-waarde is hier rond de €270.000. En de gemiddelde inkomsten per inwoner is €25.200. 22% van de buurt heeft een laag inkomen, 44% een hoog inkomen en de rest heeft een gemiddeld inkomen. Per vierkante kilometer leven ongeveer 1770 mensen. Die mensen zijn allemaal van heel veel verschillende leeftijden. 16% van de mensen is onder de 14 jaar. 12% van de mensen is 15 tot 24 jaar. 23% van de mensen is 25 tot 44 jaar. En 10% van de mensen is 65 jaar of ouder. In totaal heeft deze buurt 1265 auto's, waarvan per huishouden ze ongeveer 80% hebben. Dus de meeste hebben wel een auto, maar een paar ook niet. 66% van de huizen hier zijn koopwoningen. De overige 34% dat zijn huurwoningen. 11% van de mensen is Westerse allochtoon. De andere 11% van de mensen is niet Westerse allochtoon. En de rest is autochtoon. Leven meer mensen dan in de Voorveldse Polder. Dat komt omdat in de polder vooral natuur is. In Neckardreef leven overal ongeveer evenveel mensen. Voordorp is groter dan Neckardreef, maar heeft ongeveer evenveel inwoners. Welkom in Neckardreef en omgeving. Deze buurt telt 1901 woningen en 2140 huizen. De meeste huizen zijn voor 2000 gebouwd. Ze lijken allemaal op elkaar. Maar hier zijn ze niet zo wit. Voornamelijk rijtjeshuizen en flats. Procent van de woning is huurwoning. En de andere 65% is koopwoning. Er is niet veel open ruimte, maar ze hebben genoeg speeltuinen en pleintjes. De WOZ-waarde is €128.000. De meeste mensen in de Neckardreef verdienen ongeveer onder de €15.000. Vrijwel iedereen heeft een laag inkomen. In Neckardreef en omgeving zijn er duizenden auto's. In alle soorten en maten. In de Neckardreef en omgeving wonen 8297 mensen en ook hier zijn de leeftijden onder de bevolking heel verschillend. 15% is onder de 15 jaar, 18% is tussen de 15 en 25 jaar, 26% is tussen de 25 en 45 jaar,
is tussen de 65 en jaar en ouder. 8% is westers allochtoon. 52% is niet westers allochtoon. De rest is dus autochtoon. Al deze informatie over de twee buurten kunnen we volgens mij wel een goede conclusie trekken. Na al het onderzoek dat we hebben gedaan, hebben we twee conclusies kunnen trekken. Nou, de eerste conclusie is dat de WOZ-waarde in de Neckardreef heel laag is. En de mensen in de Neckardreef hebben ook vrijwel allemaal een heel laag inkomen. En meer dan 50% is niet-westerse allochtoon. Dat kan ook een grote factor zijn, omdat heel veel niet-westerse allochtonen moeilijker aan een baan komen. Tweede conclusie. In zowel de buurten Voordorp en Voorveldse Polder als Neckardreef en omgeving ligt het percentage bewoond gebied rond de 97%. De eindconclusie dat het welvaartsniveau hoger ligt in Voordorp en Voorveldse Polder dan in de Neckardreef en omgeving. Dit was ons filmpje.